Nou, het zit erop. Ik heb gisteren de Ironman Hawaii gedaan. En ik ben heel blij met hoe het gegaan is. En tevreden. En ik heb de hele weg kunnen genieten. Het was een grote ereronde. En het was een fantastische dag. Nou, ik was eigenlijk in de weken ervoor wisselend wel een beetje... Ja, vond ik het toch allemaal wel een beetje spannend. Ook de weken in Amerika wel, de laatste trainingsweken. En in het begin hier ook. En dan was ik heel erg nog bezig met tijd en positie en prestatie. En tegelijkertijd ook met genieten van hoe kun je die dingen nou... hoe kan je nou zorgen dat je sowieso met een tevreden gevoel, een blij gevoel over de finish komt. Want dat wilde ik het liefste in elk geval. En dat was wel een beetje een zoektocht. Maar eigenlijk in de laatste twee dagen is dat heel erg goed gelukt. Het scheelde ook heel erg dat mijn zussen hier kwamen. Toen kon ik de knop ook wel omzetten. Ook door het er hardop over te hebben van ja, waarvoor ben ik hier nou eigenlijk? Van ik ben hier om te gaan genieten en ik heb hier heel hard voor gewerkt om hier te komen. En dat was eigenlijk het doel om hier mee te mogen doen. Dus ik ging vrij ontspannen de wedstrijd in. Wel met gewoon normale wedstrijdspanning, maar niet... Met vooral heel veel zin en niet zoveel druk dat ik er tegenop zag. Toen de dames pro die startte 6:55, toen lag ik al in het water. Dus toen was nog 25 minuten wachten voor de start. Maar die minuten die duren eindeloos. Ja, nog 8 minuten. Ja, nog 8 minuten. Nou, en toen was het 5 minuten voor de start. Toen heb ik vast mijn horloge ingedrukt. En toen was het startschot. Dacht ik van, oh, dit wordt, nou wordt het echt heel erg vecht. Had ik me op voorbereid, maar dat viel me echt heel erg mee. Ik had echt wel, ik voelde me sterk in het water. Vrij ontspannen en sterk. Dus ik heb wel lekker gezwommen. En toen had ik mijn wissel, die verliep soepel. En toen mocht ik gaan fietsen. Fietsonderdeel had ik van tevoren als plan om het wel een beetje koest te houden, ook op de heenweg, omdat ik wist dat de terugweg het zwaarste was. Dat was echt 90 kilometer nog tegenwind. Ik ben niet te hoog gegaan met mijn hartslag en ben een beetje op gevoel gaan fietsen. En de eerste 2 uur reed ik 38 kilometer per uur gemiddeld, dus dat was echt van, hè, wat is dit? Toen ik weer bij het kruispunt bij Habit kwam, toen zei mijn zus van je loopt uit op nummer 3. Dus toen wist ik dat het tweede lag. Nou, ik denk dat is leuk. En toen kwam ik binnen in een tijd van 5:10. Nou, ik had... 5:30 had ik gehoopt als het echt goed ging, denk ik, nou dan kan ik 5:30, maar dan moet het wel echt goed gaan met fietsen. Dus dat was echt een hele grote verrassing. Dus. De wissel van fietsen naar lopen ging goed. Ze waren erg behulpzaam in de wisseltent van doe je niet anything en meehelpen met de belt omdoen en alles. Dus dat was zeer welkom, moet ik zeggen. Dus dat was fantastisch. En de eerste 6 kilometer ging echt lekker. Ook een lekker tempo, 4:40 ongeveer.
vanaf 6 of 10 kilometer begonnen de kilometertijden op te lopen. Dan heb ik daarna ook niet meer elke kilometer op mijn horloge gekeken wat ik liep, want dat was niet heel motiverend. En toen dacht ik ook, oké, laat het los als je maar kan blijven lopen. En niet hoeft te gaan wandelen, want er waren ook heel veel mensen aan het wandelen. Dan ga je het stuk naar Energy Lab en dat is gewoon over de snelweg. En toen dacht ik wel van, oh, nou ben ik op 16 kilometer. Nou is het nog een heel eind. En ik had nog steeds ook wel zoiets van, ja, maar ik loop hier, weet je wel. Ik doe hier mee met wereldkampioenschappen. Dus ik was nog steeds, lukte wel om ook gewoon te genieten. Uiteindelijk de laatste 3 kilometer dacht ik, yes, nou ben ik er bijna. En dat had ik tijdens de hele wedstrijd wel een beetje zo van, ja, dit is gewoon een grote ereronde dat ik hier mee bezig ben. Maar dat laatste stukje op de Ellieberg, dat was helemaal geweldig. Zoveel mensen langs de kant, helemaal enthousiast en die juichen je echt naar de finish toe. Het is wel degelijk, vond ik, een hele bijzondere wedstrijd. Het gevoel en de sfeer en alles eromheen. En ik ben heel blij dat ik dat ook heb op kunnen nemen. Dat ik daar ook echt van heb kunnen genieten daarvan. Ja, nou, ik heb nu de afgelopen 2 jaar ik heel erg gefocust geweest op het waarmaken van deze droom. Eerst het doel om me te kwalificeren en vervolgens hier te staan. We hebben ontzettend gaaf 7 weken verlof gehad. Ook rondgereisd, het wereldkampioenschap Las Vegas en nu hier. En dit was toch wel mijn ultieme doel. Maar dat vergt ook veel van mijn omgeving en ook van mezelf. Daar heb ik ontzettend veel plezier uit gehaald om hier te kunnen komen en ook uit trainingen en merken dat je beter wordt en zo heel gericht met een doel bezig te kunnen zijn. Maar ik denk dat dit was voor mij dan het hoogst haalbare doel. En ik denk dat nu ook de tijd gekomen is om weer meer tijd en ruimte te hebben voor andere dingen. Ik ga niet stoppen met triathlonnen, maar wel op een wat ander, met een andere insteek. En minder intensief. Ja, ik vind het ook wel spannend, want het gaat toch een soort... mijn droom is uitgekomen. En nou begint een soort nieuwe fase of zo.